Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hadden het vandaag te maken met heel veel bewolking en daaruit viel regen. Het heeft allemaal te maken met het frontale systeem wat boven ons land lag. Dat zorgde ervoor dat het behoorlijk regende. Het lage drukgebied ligt daar en er was zelfs iets bijzonders aan de hand. Want er komt hele koude lucht deze kant op en daardoor viel er in Normandië zelfs wat sneeuw. Niet hoog in de bergen, gewoon in het laagland van Normandië bij plus 1 graad. Daar hadden ze het... Uh, Behoorlijk slecht te pakken. Dus wat dat betreft valt dat bij ons allemaal wel mee. De regen hield veel langer aan dan ik gisteren had ingeschat. Eigenlijk zou het in de loop van de ochtend moeten oplossen. Maar dat front dat was hardnekkig en trekt heel traag in de loop van de middag en avond via het noordwesten weg. Maar dan zijn we er nog niet, want die neerslag die nu in België en in Frankrijk ligt, die komt vanavond vanuit het zuiden ook nog over ons land heen. Voorlopig hebben we dus wisselvallig weer. Vannacht bewolking, van tijd tot tijd regen en de wind neemt in kracht toe. Aan zee windkracht 7, in het binnenland windkracht 5. En daarbij zijn forse windvlagen mogelijk. Temperaturen rond 6 graden. Morgen in de ochtend nog steeds grijs weer. We mogen blij zijn dat het meivakantie is, want er is staking in het openbaar vervoer. En er valt regen tijdens de ochtendspits. Nou, Dat zijn normaal gesproken de ingrediënten voor een zeer drukke ochtendspits. Dankzij de vakantie zal het hopelijk allemaal wat meevallen. Houd zeker rekening met extra reistijd. Morgenochtend dus nat. In de loop van de ochtend trekt de regen richting het noorden en noordoosten. Ik denk dat het in Groningen halverwege misschien pas aan het einde van de middag droog wordt. Maar in het zuiden en in het westen wordt het al rond het middaguur droog. En daar breekt als middags op steeds meer plaatsen de zon door. En als de weermodellen gelijk krijgen, gaat de zon aan het einde van de middag en in de avonduren nog even flink schijnen. Temperaturen zijn wel laag, 10 tot 12 graden dat komt door die koude stevige wind uit het westen tot zuidwesten. Maar dat zonnetje van morgenavond, dat belooft veel goeds, want vanaf woensdag hebben we veel beter weer te pakken. Als je tenminste van droog weer houdt en oplopende temperaturen. En wie doet dat niet? Woensdag droog weer dus, van tijd tot tijd zon, af en toe zelfs ronduit zonnig, 15 tot 17 graden. In de nacht na donderdag kan er misschien een druppeltje regen vallen. Maar donderdag overdag keert de zon weer terug. En ook vrijdag droog weer en zonnige periode. Bij temperaturen die boven normaal liggen. 14 graden is normaal. 15 tot 17 graden, dus prima. Vrijdag 4 mei. En als we al even naar de zaterdag kijken. Bevrijdingsdag. Dan zien we dat de temperaturen nog verder omhoog gaan. Er is duidelijk een stijgende lijn te herkennen. In het weekend komen we weer rond de 20 graden uit. Een enkel weermodel berekent zelfs 25 graden. Dus laat de lente maar weer terugkomen. De paraplu hebben we na morgen voorlopig niet vaak meer nodig. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.